Nee. Nou, dit is me te ellendig, Le Miserable. Nee, daar word ik niet blij van. Nee, ga eens kijken of er nog wat anders in de kast zit. Nou, Willem Shakespeare. Nou, dan zeggen ze dat hij ook nog wel eens wat weet. Oh, is het Engels? Nee, als nou een Dutchie Engels was, dan kookte wel met uit de voeten. Maar dit kan ik niet met wegkomen, hoor. Zullen we kijken of er nog iets staat voor Willem Shakespeare? Oh, tello. Nou. Oh, de lieve. Ja, meteen al wie ze worden. Maar goed, er is nog iemand de wie ze worden opgevolgd, hoor. Joy van vorige week, die zijn we druk aan het experimenteren om de dekseltjes te laten rinkelen op haar pontje. Fijn, Joy, dat je mijn advies hebt opgevolgd. Nou, de briefschrijfster van deze week is José de Groot. En zij schrijft... Lieve Sophie, ik heb een liefdesvolle relatie met Jan, mijn partner. We bidden al bijna 3 jaar bij elkaar en worden nu een klein jaar samen. Ik kan me geen fijnere man voorstellen dan Jan. We vullen elkaar haarfijn aan, behalve tijdens de seks. Jan wil niet alleen vaker seks, maar ook nog eens ruigere seks, terwijl ik meer van zachte en liefdevolle seks houd, zo 1 keer per maand of zo. Nou, mijn partner Jan kan zich daar maar moeilijk bij neerleggen en vertelt me over zijn eerdere vriendinnen die allemaal helemaal losgingen tijdens de seks. Nou, hoewel we echt heel veel van elkaar houden, breekt het mij op om iedere week met Jan 2 of meerdere discussies te voeren over seks. Ik wil hem niet kwijt, Sophie, maar door die discussies wordt het voor mij steeds moeilijker om te ontspannen tijdens de seks. Wat kan ik doen? Ja, oei, 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 mijn kleine huismus. Dat is een lastige situatie. Het uitgangspunt is vanzelfsprekend dat je nooit tegen je zin in de liefde gaat bedrijven en jouw partner dient deze basisregel zonder enige twijfel te onderschrijven. Is dat niet het geval, dan is het invoeren van deze basisregel het allerbelangrijkst. Maar dat betekent niet dat het probleem daarmee is verdwenen. Of dat de discussies en ruzies bent opgelost. En dat giet ook niet gebeuren, zolang niet hij of jij water bij de wijn giet doen. Nou, begrijp me niet verkeerd hoor, José. De basisregel blijf staan. Geen seks tegen hun zin in of onder dwang. Maar om de doorn uit de poot van de leeuw te halen, moet je partner of jijzelf het drammen gaan opgeven. En gewoonlijk is dat de persoon die meer seks wil en of andere seks wil. Nou, wanneer de dwang van het moeten voldoen aan de dwingende verwachting of eis van de ander er vanaf is gehaald, dan wordt het gemakkelijker om het onderwerp te bespreken saampjes en ook om het te gaan onderzoeken. En wellicht ontdekken jullie welke tussenvormen er denkbaar en ook haalbaar voor jullie bent. Nou, staat Jan voor niets van dit alles open? Dan maar even in je lokale seksshop een peniskooi met een holle dilator gaan kopen. Hè? Dan worden in ieder geval zijn wensen voor ruigere seks volledig beantwoord. Succes ermee, José. Nou, Willem Shakespeare. Het liep wel of het meteen aansluit hierop. Niets menselijks is ons vreemd.